Onze installatie die wij hebben geplaatst in de markt is het enige in de wereld. We zijn de specialisten die deze oplossing geïnstalleerd hebben, werkend hebben en ready to market. Wij zijn de firma Copal Handling Systems en wij pelletiseren containermateriaal. Producten die vanuit het Verre Oosten deze kant op komen zijn niet gepelletiseerd. Liggen dus los in de container en wij lossen die producten volautomatisch. Het was zo dat we destijds ook zagen dat er containers met koffie en cacaozakken naar de westerse landen werden getransporteerd. En daar zagen we dus ook dat dat handmatig werd gelost. Nou, ik geef het je te doen, 70 kilo zakken te lossen, 12 uur per dag. Er was een grote multinational dat ook problemen had met het aantrekken van personeel om dit zware werk nog te doen. En die heeft ons de opdracht gegeven om die zakken volautomatisch uit een container te halen. En de hoofdopdracht was, geen van onze mensen mag de zakken nog met de hand aanraken. Nadat we deze markt van zakken onder de knie hadden en daar ook orders voor binnen kregen, zijn we de dozenmachine verder gaan ontwikkelen. Want daar zijn het overgrote deel van de containers die over zee worden getransporteerd, zitten vol met dozen. Dus daar zit ook de grootste markt voor ons. Was wel de uitdaging wat groter, dus daar hebben we iets langer over gedaan, maar we zijn er klaar voor. Wat we vooral meemaken is dat ergonomie en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel komt te staan van grote partijen in de markt. En daar hebben wij dus de oplossing voor. Het personeel hoeft niet meer zwaar werk te doen, kan ander werk doen. Wij vervangen geen mensen. We automatiseren omdat de markt daarom vraagt. En als we niet automatiseren, is er sowieso een personeelstekort. De toekomst voor ons en de mensen die deze machines in hun bedrijf gaan installeren, ziet er geweldig uit.